Wat eten we vandaag? Saté met friet en salade. We gaan all the way Eetcafé. Kipsatéetje, salade, je denkt, hè? Maar hoe maak je dat nou? En waarmee? Gaan we beginnen met een satéetje. Kipfilet, korianderpoeder, ketchup manis, komijn, beetje peperzout. Dat wordt even de marinade. Ja? Dan gaan we naar de satésaus. Pindakaas, ketchup manis, korianderpoeder, komijnpoeder, sambal water, zout en satésaus. En salade, lekker simpele vinaigrette, kropslaatje, cherry tomaatjes. Die vinaigrette maken van witte wijnen zijn, mosterd, een beetje zonnebloemolie, peperzout. Kind kan de was doen. Ja, en patat is natuurlijk gewoon, ja, olie. En een? Aardappel. En patat. Dat is Belgisch, hè, een patatter. Aardappel. We gaan beginnen. Oké, kip. Je kan blokjes doen, hè, dat je denkt, kipsteetje. Maar ik vind het eigenlijk leuker om een soort repen te doen. Ja, ik vind dat kipsteetje in blokjes, ik vind het allemaal een beetje gekloot of zo. Dan moet je van die blokjes snijden en die vallen dan makkelijker af. Terwijl als je zo'n spiesje zo rijgt als een soort slangetje, dan dat vind ik lekkerder eten. En het bakt lekkerder, vooral op een barbecue. Die blokjes rollen er dus wel eens af. Dat is dan bij dit systeem niet. Oké. Korianderpoeder. Zo onwijs lekker. Komijn. Gebruik ik heel erg veel. Ketchup, manis. Dan hebben we wat peper bij ook. En wat zout. En dit gaan we even marineren. Oven op 200 voorverwarmen. Even de koelkast wel koud zetten. En lekker marineren. Dit staat klaar. Ik heb mijn frituur op 145 gezet. Mijn ideale voorbaktemperatuur. Jij gaat zelf frietjes maken. Dat is toch episch. En ik had dit exact het apparaatje dat wij thuis ook hadden. Mijn moeder, hè, koningin van de verse patat. Mm. Dat is Veldhoven liep leeg op vroege vrijdag en daarna op woensdagavond. Kijk, heb je in één keer gesneerde patat. Nee, lekker met schil, ja, tuurlijk. Ah, dat is gezonder. Het scheelt gewoon iets en het is vooral, en dat is mijn reden, een stukje makkelijker. Nou, dit gaat zo snel, je kunt je niet erop snijden. Zo deed je moedertje het ook? Ja. En die had zo'n grote, maar wel dit stukje alleen een grotere hendel. Zo raak hoorde je dan. En dan wist ik al, ging ze 's middags al beginnen en dan wist ik, yes, vanavond is party. En dan begon ze met een kilootje en op een gegeven moment twee. En op een gegeven moment neemt mijn moeder soms wel 20 kilo aardappels. Tot 30 kilo aardappels per dag. Frietjes? Ja, want dan at het op een gegeven moment. Toevallig kwam dan iedereen dingen terugbrengen. Oh ja, ik had nog jullie maar. Oh, jullie eten patat, wat gezellig. Dan werd op een gegeven moment gewoon echt een ding. Zaten we soms met 20 man. Zaten ze bij ons thuis patat eten op woensdag. Mijn moeder is toch wel echt degene, als je zegt verse frietjes. Wie is daar koningin in? Ja, Petra, mijn moeder. Ja, dat kan ze gewoon. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch heel makkelijk? Nee. Om echt perfect te... Ik kan het ook niet hoor. Zij doet dat beter. Het hele dorp gaat los als Petra weer friet aan het bakken is. Wat nu wel belangrijk is, is niet wassen, maar wel drogen. Dus dan pak je een theedoek. Dit deed mijn moeder dan altijd zo. En dan ga je het even drogen. Dan haal je de bovenste laag, de natte laag van de zetmeel en het snijvlak haal je eraf. Anders plakken ze meteen aan elkaar. Je doet het nog steeds, toch? Frietjes eten bij je moeder. Ja, maar nu, het is niet meer wekelijks, want ik zie ze. Maar wel één keer in de 2-3 maanden proberen we dat nog wel te doen. Ja. Ook, hè, niet te veel tegelijk erin. Het is belangrijk dat je 145 graden, vind ik, ze zeggen 150, maar ik doe 145 graden voorbakken. Dat even 4,5 minuut. Laat zakken. En echt geen kleur. Ze moeten gaar worden. En dan laat je ze super goed terugkoelen. Moet gewoon koud zijn voordat je ze de tweede keer bakt. Want anders zijn ze zeg maar al heet, worden ze heel snel bruin. Maar dan zijn ze dus wel mooi bruin, maar nog niet goed gaar van binnen. En je wil van binnen voelt ze zacht, van buiten krokant. Een bakplaat. En dan doe ik er een papiertje onder. Je
opvangen, het uitlekken. Zo. Dus ik laat het eerst even hier staan en dan doe ik het straks desnoods nog even in de vriezer een shock geven. Het moet gewoon koud zijn. Ik kan deze vast op 180. En dan gaan we gewoon verder, hè? We kunnen gewoon door. Nu ga ik de kip spiezen. We gaan de kip garen in de satéetjes garen in de oven. Stokkie. En dan gaan we gewoon eventjes slalommen. Dus 1, 2, 3, ja 4 of 5, ligt eraan hoe lang die is. Heb je deze nog eventjes een om en ommetje doet. Nou ja, het is echt niet omdat ik het nu maak dat ik het leuk vind om te zeggen, maar ik zweer het, in een eetcafeetje is het of steekje friet of steekje friet. Het is gewoon een fijn gerechtje. Ik maak dat thuis nooit. Maar daarom vind ik het heel chill in een eetcafeetje. Het staat ook op iedere kaart in heel Nederland. Waar je ook gaat zitten, staat altijd al een kipsatéetje op de kaart. Nou, dit is een mooi plaatje saté, toch? Maar echt. Een klein beetje marinade zo, gezellig voor de heb. Oké, we gaan een satéetje maken. Saus. Water in de pan. Dan gaat wat komijn alvast bij. Doet de volgorde ertoe, Hugo? Ja, als je maar begint met water. Korianderpoeder, doe ik goed wat veel. Dan kan ik altijd nog bij doen, maar weet je, rustig gaan. Ja, water altijd de basis. Beginnen met water en aan de kook brengen. En daar stapsgewijs pindakaas aan toevoegen. Tot je de juiste dikte hebt. En eerst de kruiden dus ook, of niet? Ja, die los ik gewoon mooi op. Die koken dan was in het water. Dan weet je zeker dat ze opgelost zijn. En daarna pas de smaakmakers en dan even proeven een beetje zout, eventueel nog wat natuurlijk peper. Ja. Met of zonder stukjes? Ja, ik zou zelf zeggen doe het zonder stukjes, maar doe het daarna nog eventueel wat nootjes op. Maar we houden het vandaag even plain. Dan kun je hem daarna zo freak als je wil, want dan kun je ook pittige satésaus maken met meer sambal. Wat zoutere satésaus door wat sojasaus toe te voegen. Freaken, lekker proberen. Dat is ieder zijn eigen smaak. Gaat er vast een lepeltje pindakaas bij. En klotst er ook niet het hele bakje erin. Doe dat echt even oplossen. Kijk, ik begin nu mooi te binden. Maar dit is nog wel, naar mijn zins, te dun. Dus dan gaat er nog een lepeltje. En dan gaan we eens even doorkoken en kijken hoe ver we zijn. Want nu begint hij mooi te worden. En je kan ook altijd nog terug. Als je hem af hebt gemaakt, want er komt daar nog wat ketchup bij en zo. Als je denkt, nu is hij te veel ingekookt, gewoon een scheutje water. Nu komt daar ketchup bij. Nooit helemaal, kun je altijd nog terug. Sambal. Ja, ik heb nu gewoon de normale, gewoon oelek. Maar als je meer een beetje gerookt, ja, dan pak je badjak of gebrande. Dat is echt, nogmaals, dat is ook helemaal waar je zelf zin in hebt. Nu ga ik hem even proeven. Dit is heel goed. Maar een heel klein beetje zout hebben we nog. Dit wil ik. Dit. Ik ga de patat erin doen, dan ga ik de dressing maken. En dan is het ook wel weer mooi geweest. Dit is goed. Toch, Voelus? Dit is koud. Ja, dit is kamerkoud. Ja, zo zou je denken, zo los ik ze niet. Nee. Zoiets. Ja, ik moet eigenlijk niet te vol doen, maar ik heb ook weer geen zin om het in twee keer te bakken. Tot zover. Oké, die laat ik zakken. En in die tijd ga je? En in die tijd maak ik een salade. Oh my god. Kan je het aan? Ik kan het aan. 3, 2, 1. We lopen. Neem een kom. Pak de zure ingrediënten. En dat giet je tegen elkaar op, want dan hoef je het niet te... af te raspen met een lepel. Witte wijnazijn en mosterd. Peper. Zout. 30 seconden. Roeren. Olie. Kloppen en roeren. Waarom? Dat zorgt voor binding. Gebonden dressing. Tomaten onderin. 1 minuut. Slaasje gewassen. Je pakt de krop vast, brengt de bladeren af. Dan gaan we de sla nu al husselen. Je weet dat ik het op het laatste moment doe. Maar dit geeft dus aan dat we eigenlijk al klaar zijn.
Sla aangemaakt. Steestars nog één keer aanzetten. Dit is echt gewoon, kijk even, dit is toch een reclamepatatje. Zo. Het is toch hoe goudbruin en krokant en recht en mooi wil je het hebben. Walgelijk gewoon. Even goed uit, neem er echt even gewoon de tijd voor, dat je even goed uit laat lekken. Meteen wat zout erop. Tweede redenen, dat is lekker. Maar dat zorgt ook dat de friet wat droger wordt. En dan dit. Lijkt je op je moeder? Ja. Schrik er zelfs een beetje van. Ja? Ja. Alleen dat dit geluid is een soort Pavlov voor mij. Dat ik wist, oh, daar komen ze. Oeh. Jezus, jongens. Ik ga een eetcafé beginnen, denk ik. Feliciteit, Alverdien. Ding. Was dit met saus? Stond niet op de bon, hè, Chris? Was dit met saus? Ja, chef. Godverdomme. Het is bon, chef. Oh, bon, chef. Huh? Altijd zo leuk. Lekker tippie mayo erbij, hè? Kijk eens. Saté met friet en salade. David, iemand mee? Chop, chop. David, iemand terug? Ik heb honger. Gewoon een kipsatéetje. Uit het vuistje. Wil je dit ook maken? Kijk gewoon even op 24kitchen.nl. Friet, satéetje, salade. Hoe simpel wil je het hebben, maar zo lekker als je het zelf maakt. Ga aan de bak, ga het maken en geniet ervan. Tot de volgende. En een kusje aan mijn moeder.